Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anthony en vandaag geef ik weer een gratis trainingsschema weg. Dit is een full body workout voor 3 keer in de week. 2 keer in de week zou ook nog kunnen. Ik ga eerst alle oefeningen snel achter elkaar laten zien en daarna ga ik het rustig aan jullie uitleggen. Dat waren alle oefeningen en nu ga ik het allemaal rustig uitleggen aan jullie. Als je snel kijkt, zie je 6 oefeningen op een dag staan. En dat klopt bij dag A, bij training A. Maar bij training B zijn er 3 oefeningen, nummer 3, 4 en 5, waar er nog een oefening achter staat. Dus in totaal zijn het 14 verschillende oefeningen, want we hebben 2 keer de calf raise op de leg press. We beginnen met de eerste oefening bij training A en dat is dus de calf raise op de leg press. Ik heb geen andere keuze in mijn sportschool. Hier moet je gewoon een kuitoefening doen als je de kuiten wil trainen. En ik doe dat vooraan zodat ik het niet meer kan skippen. Dit is ook mijn weak point. En ik moet even zeggen dat ik dit schema voor mij heb gemaakt. Maar ik vond het ook leuk om dit aan jullie te delen. En dan kunnen jullie het ook downloaden en gewoon hetzelfde programma als mij volgen. Ik zal er ook weer trainingsvlogs van maken. 2 keer natuurlijk, want we hebben een training A en een training B. Ik doe 3 à 4 setjes calf raise. Ik heb er geen gewicht bij gezet en ook niet een aantal herhalingen. Ik ga gewoon tot het uiterste en ik maak mijn kuiten gewoon kapot. En dat werkt voor mij goed en ik heb ook niet zo zin om alles bij te houden. Want ja, anders ben je alleen maar bezig met nummertjes. Dus dat scheelt. En ik weet dat je wel progressive overload nodig hebt om die spier te laten groeien. En dat houdt in steeds iets verbeteren. Maar zo werkt het ook wel. Mijn kuiten groeien, dus ik ben blij langs maar 3 keer per week aanpak. En dat is het goede van een full body schema. Tweede oefening is de past low bar squat. 3 setjes van 10 herhalingen. Ik heb 2 verschillende squat variaties. Dat zie je zo meteen ook, het verschil. Bij de past low bar squat zetten we de stang wat lager op de nek. En wat je ook doet is pauzeren onderin. Ik heb hier meer gewicht dan bij de andere squat variant. En dat komt omdat ik op deze trainde. Dus ik ben hier sterker op. En ik doe nog niet veel gewicht bij het squatten. En dat komt ook omdat ik een blessure had. Maar ik kom terug. Ik bouw het alweer op. En uiteindelijk in week 8. Sessie nummer 8. Want dit is ongeveer 6 à 5 weken. Omdat het elke keer een A, B, A, B. Dus de ene week heb je 2 A-trainingen. En de andere week heb je 2 B-trainingen. Dan gaan we door. Naar oefening nummer 3 en dat is de ring pull-up. En ik doe de ring pull-up. Heb je geen ring in je sportschool, doe gewoon de normale pull-up of de chin-up of de neutral grip pull-up, wat jij wilt. Ik doe hier 5 kilo aan extra gewicht, dus weighted pull-up. En dan 3 setjes en dan noteer ik hoeveel herhalingen ik heb gedaan. Bij mijn eerste sessie deed ik 8 herhalingen. Toen de tweede set, omdat ik best wel kort rustte, 7 en toen uiteindelijk 6. En dan wou ik de volgende training, die heb ik ook al gedaan, 1 herhaling bij elke erbij. Dus toen deed ik 9, 8, 7. En dat is natuurlijk die progressive overload waar we op zoek naar zijn. Sterker worden, vooruit gaan, trainen als een atleet. Niet sporten, maar trainen. Oefening nummer 4, de overhead press. Oftewel de koning van alle schouderoefeningen. Samen met de Arnold press, die ook in mijn full body voor beginners schema zat. En dat is deze oefening. Is de overhead press gewoon de beste oefening. Dus de overhead press, een halve stang boven je hoofd stoten. Niet naar voren, nee, vlak langs je hoofd. Net voorbij je neus. Dan ben je het sterkst, want je verliest heel veel kracht als je het op een soort van halve maanbeweging maakt. En ik doe hier 60 kilo. 2 setjes van 8 deed ik mijn eerste week en toen deed ik er 1 setje bij. Dat is ook al progressie, dus je hoeft niet altijd 1 herhaling erbij te doen of iets van gewicht eromhoog. Je kan ook de volume verhogen. Ik heb dat volume van dit schema erg laag. Ik heb niet zoveel sets. Ik heb ook maar 1 oefening voor elke spier
op een training. Soms heb je niet eens dat je een spier heel erg traint, maar die train je dan wel weer bij je volgende sessie. Veel mensen doen een horizontale pull, zoals een row, en een verticale pull, zoals optrek of lat pull-down in hun training. En wat we bij dit schema doen, is het opdelen. Dus bij de ene training doe je dus een verticale pull, dus de ring pull-up. En bij de andere training zal je iets naar je toe trekken, van voren naar je toe. Gaan we door naar de vijfde oefening. En ja hoor, hier gaan mensen al meteen schrikken. De muscle-up. Dit is voor mij gemaakt, maar hier mag jij zelf een andere oefening doen. De muscle-up kan je natuurlijk opdelen in een pull-up en in een dip. En aangezien we al hebben opgetrokken in dit schema, raad ik aan om chest dips te doen. En kan je wel een muscle-up, kan je hiermee trainen. Het is een blessuregevoelige oefening, maar ik wil alweer eens een beetje dat atletische, calisthenics-achtige in mijn training verwerken. Dus daarom deed ik het. Hier heb ik een total rep goal. Voor de mensen die mijn video's al wat langer volgen, die snappen dit. Er staat 6 herhalingen bij. Dat houdt dus niet in dat ik in 1 set 6 herhalingen hoef te doen. Nee, ik moet gewoon in 1 training de 6 herhalingen halen. Ik kan 6 setjes doen van 1 herhaling. Maar ik kan ook natuurlijk 2 setjes doen, 3 herhalingen. En dat deed ik de eerste training. De laatste oefening is de double fly. En eventueel met resistance bands. Want dat vind ik heel erg fijn. Dat liet ik laatst zien in mijn vlog. Ik zal even een foto op beeld gooien. Maar de meeste mensen kunnen gewoon de double fly doen. Of een machine fly of een cable fly. Zorg gewoon dat je iets van een borst oefening erin gooit en het liefst geen press, want die heb je natuurlijk weer in training B. En zo heb je met maar 6 oefeningen toch veel afwisseling, want de andere sessie ziet er weer heel erg anders uit. Dat maakt het leuk om te volgen. Training B, we beginnen weer eerst met de kuiten. Ja ja, de kuiten kunnen bijna nooit te groot worden. Sommige mensen hebben van hunzelf al hele grote kuiten, sla het dan lekker over en doe dan iets anders. De tweede oefening, high bar squat, en er staat tussen haakjes no lockout. Dit is een hele andere uitvoering dan de low bar pass squat, want hier zetten we de voeten wat smaller, de stang hoger in de nek, dit hit wat meer de bovenbenen en we strekken niet helemaal de knieën. Zo hou je spanning op die spier. Dat is een hele andere manier van trainen dan dus die andere en het is leuk om zo het af te wisselen. Dit hit wat meer de bovenbenen en bij die andere heb je wat meer de binnenkant van je been en de bilspier, omdat je zo keihard die billen moet aanspannen bovenin. De derde oefening, oftewel meteen de vierde, maar we noemen het gewoon de derde oefening, want dit zijn rows. Het zijn twee verschillende rows. Ik hou gewoon van een beetje afwisseling. Ik vond het heel erg moeilijk om één van de twee te kiezen, dus ik deed ze allebei. De cable row, een nette uitvoering, niet swingen vanuit de onderrug. Probeer hier een neutral grip te gebruiken. Dat houdt in duimen naar boven. Want bij de pendlay row doe je het niet, dan heb je een overhandse grip. En dat vond ik leuk om het zo een beetje afwisselend te geven, want bij een neutral grip gebruik je al iets meer je bicep. En bij een overhandse grip gebruik je wat meer die onderarm, die brachio radialis. En de afwisseling is leuk. En de pendlay row is weer heel erg explosief. En de cable row doe ik wat meer met een pauze en weer rustig zakken. Dus wat meer bodybuilding achter. Dus de cable row, 2 setjes van 8 en daarna 2x12 pendlay row. Vierde oefening, de bench press. TNG staat voor touch and go, oftewel aantikken en gaan. Dus we pauzeren niet, ook geen spotto, gewoon de normale bankdruk manier. En daarna doe ik nog 1 setje dumbbell past incline bench press. Dus met dumbbells, 1 setje van 10 herhalingen, even stilzetten onderin en dan uitstoten. Wat ik vaak fijn vind is wanneer ik de gewichten zak, een klein beetje naar binnen zakken, zodat je een neutral grip hebt en wanneer je hem uitstoot weer wat meer die pinken naar boven brengen. Niet te ver, want kijk maar wat er gebeurt. Je schouders gaan heel erg naar voren. Dus hou een klein beetje die neutral grip aan en wanneer je boven bent kan je ze een klein beetje draaien. Dat vind ik erg fijn. Dat zorgt dat je ellebogen wat meer in je zij gaan en dan heb je minder snel die ellebogen die heel erg hoog gaan. Wat kan zorgen voor shoulder impingement blessure. De vijfde oefening. Dit zijn blessurepreventie oefeningen. Dit spreekt vooral de achterkant van je schouder aan, maar ook de rotator cuff, de schouderstabilisator. Wanneer je eenmaal zwaar gaat bankdrukken, zwaar gaat overhead pressen en gewoon zwaar gaat trainen, heb je gewoon kans op blessures. En veel mensen hebben het met het bankdrukken meegemaakt, schouderklachten. En hoe kom je daar vanaf? Meestal met deze oefeningen. En hoe zorg je dat je ze niet krijgt? Ook met deze oefeningen. Dus daarom heb ik ze in dit schema gezet. Ik had al een comment van iemand gekregen. Waar is de face pull? Waar is dat? En daarom wissel ik vaak af van schema's. Want dit soort oefeningen wil je af en toe wel in je schema hebben. Twee verschillende weer. Face pull is de touw naar je gezicht toe trekken. Kijk even welke grip jij fijn vindt.
dat je de wijsvingers dichtbij hebt of dat je dus de pinken onderaan dichtbij hebt. Ik deed deze grip. Ik deed hem ook op mijn knieën en dat vind ik zelf wat fijner. Dan ga je minder snel naar achter leunen. Kijk uit dat je ook niet heel erg je nek naar voren duwt. Dat doen zoveel mensen bij de facepull, want je wilt de touw naar jou toe trekken, maar je wilt niet jezelf naar de touw toe trekken. Dus zorg dat je die kin een beetje intrekt en dat je het heel rustig doet. Je gaat automatisch een klein beetje, maar zorg gewoon niet dat je dit gaat doen. Ziet er niet uit. Cable external rotation. Geen swing, geen rotatie in je lichaam. En dan heb ik het over meedraaien. Nee, het enige wat roteert is dit. Dus hou je lichaam stil. En zorg, als je niet zo ver naar buiten kan draaien, dat je dus niet mee gaat draaien. Nee, hou het dan even kort. Uiteindelijk gaat dit verbeteren en word je steeds leniger erin. Ik kan nu al best wel ver draaien. En ik doe die oefening nog niet eens zo heel vaak. De laatste oefening, en dat is weer wat meer schouderfocus. Want we hebben natuurlijk bij die training A de overhead press. Wat ook al best wel de schouders kilt, vooral de voorkop, maar ook een beetje de zijkop. En nu doe je nog een isolatieoefening voor die zijkop. Dus zijn we helemaal compleet met weinig oefeningen. Dus side raise, 2 setjes, 15 herhalingen en rustig opbouwen in gewicht. Ga niet meteen met je zwaarste gewicht beginnen. Daar is dit schema voor bedoeld, dat we dus steeds omhoog gaan. Dus pak lekker een licht gewicht, doe hem rustig. Hou goed je hoofd op je plek. Gebruik niet je benen om het gewicht omhoog te krijgen. Spreekt voor zich. En met deze oefeningen kan je dus al een killer body bouwen. Dit is goed voor het afvallen, voor spieropbouw. Want je spreekt veel spieren aan met die oefeningen. Het zijn vooral compound oefeningen, dus die meerdere spieren aanspreken. En de trainingsfrequentie is ideaal voor spieropbouw. Dat komt door die eiwitsynthese, heel moeilijk woord. En je moet in principe als naturel gewoon 3 keer elke spier aanspreken en 2 is de minimum. 1 keer kan je als beginner nog wel vooruit mee gaan en dat noemen we bro splits. Dat je maandag borst doet, dinsdag doe je rug en dan doe je benen. Maar het is gewoon niet het effectiefste. En als jij gewoon veel resultaat wilt, moet je af en toe de lekkerste training opofferen voor een effectieve. Maar ik wil wel zeggen, het effectiefste schema is nog wel eentje die je leuk vindt om te doen en die werkt. Dus daarom vinden heel veel mensen legs push pull heel erg fijn of upper body, lower body. En ik ben gewoon fan van full body omdat het me veel resultaat geeft. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten zodat jullie hem kunnen downloaden met lege vakjes. Dus dan kan je hem zelf invullen en steeds het gewicht opbouwen. Zo zie je maar, less is more. Soms heel veel oefeningen, heel veel verschillende angles, dat is echt niet het verstandigste. En angles betekent hoeken, dus een bicep oefening op deze manier, bicep oefening op deze manier, dat is niet het effectiefste. En nu nog het laatste dingetje, waar zijn de buikspieroefeningen en waar zijn de armoefeningen? Ik zei al, dit schema heb ik vooral voor mij gemaakt. Armen wil ik even geen aandacht geven in het schema, want die train ik ook al met het optrekken. Dan gebruik je je biceps en ook al bij deze neutral grip row. En ook je tricep gebruik je bij het bankdrukken, bij de overhead press. Dus je hebt nog steeds dat je je armen traint. Wees niet bang dat je armen gaan krimpen. Maar wil jij wel grotere armen, is het misschien nog slim om 1 oefening toe te voegen voor je bicep en voor je tricep per training. En waar zijn de buikoefeningen? Ik heb in mijn vorige schema heel hard getraind aan mijn buik. En ik doe in mijn bulk de ene keer wel en de ene keer niet. Dus ik wissel dat een beetje af. En dat vind ik zelf even fijn. Ook voor motivatie, want ik vind buikoefeningen niet zo fijn. Maar dat is in ieder geval mijn uitleg. Jij kan zeker nog wel een buikspieroefening erbij doen. Doe dan op de training A rechte buikspieroefening. Dus denk dan aan de six-pack. Dat kan een leg raise zijn of een crunch vorm. En op die andere training een hanging wipers of een floor wipers voor de schuine buikspieren of een Russian twist. Dan heb je nog steeds die buikspieren goed aan het werk gezet. Ik hoop dat je hier blij mee bent. Laat ook even dat blauwe duimpje achter als je het een handige video vond. En laat ook even weten of je het schema gaat volgen. Ik zou het heel erg tof vinden. Wil je nou echt het meeste resultaat, combineer het dan met een voedingsschema of gebruik MyFitnessPal, een hele handige app om je calorieën bij te houden, want je kan wel trainen wat je wil. Als jij spieropbouw wilt, moet je ook genoeg naar binnen krijgen. En het is dan zonde om op je onderhoud te eten of te weinig te eten. En wil jij afvallen, moet je ook natuurlijk onder je calorieën zitten en genoeg dingen verbranden. En daarom is het ook weer belangrijk dat je je calorieën bijhoudt. Ik verkoop ook voedingsschema's. Ik zet het linkje naar mijn website in de beschrijving. En hierbij wil ik de video afsluiten. Allemaal bedankt voor het kijken. En ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet dat niet om te abonneren. Later!